Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Vijay Chotkan tevreden met herinrichting Nieuwweergevonden weg. Controlepost moet personen- en goederenverkeer backtrack reguleren. Vuilophaaldienst verlangt medewerking buurtbewoners Wintiwai. En werkgroep Legger Verkiezingen 2020 doet resort Kuruni aan. De werkgroep Legger van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk het bestuurresort Kuruni in Zuid-Suriname aangedaan. Behalve dat de bewoners werden geïnformeerd over aanstaande verkiezingen, bekeek men ook de mogelijkheden voor stembureaus ter plaatse. U hoort Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep. Het resultaat was positief. We hebben een gesprek gehad met de kapitein van het dorp Alalapadu en ook het dorp Kuruni. De kapitein van het dorp Alalapadu heeft dus aangegeven dat het bij de vorige verkiezing niet alle kiezers uit het dorp hebben kunnen stemmen, omdat ze te ver gedirigeerd werden, met name naar het dorp Kamalasumutu. En het afreizen naar het dorp Kamalasumutu duurt ongeveer 3 tot 4 dagen. En dat heeft vele gevolgen met zich meegebracht. En als er dus een stembureau zou komen in het dorp Kuruni, dan zou het dorp Kuruni, het dorp Amutopo en de omliggende dorpen gedirigeerd kunnen worden naar dit stembureau in Kuruni. In het dorp Alalapadu hebben we dus een school kunnen identificeren, waarbij we dus daar een stembureau zouden kunnen plaatsen. En dat gaat om OS Alalapadu. En in het dorp Kuruni hebben we een Krutu Oso aangetroffen, die we dus kunnen gebruiken als stembureau. Het is namelijk de taak van de DC om de stembureaus in te richten. En dat doen zij nadat de definitieve legger is afgesloten. En de definitieve legger krijgen ze dus vanuit de werkgroep. De kapitein uit het dorp Alalapadu en als ook de kapitein uit het dorp Kuruni drukt ons op het hart om een stembureau te plaatsen in deze twee dorpen. Omdat ze de problemen hebben aangekaart, ze vinden de afstand veel te ver en het is soms niet te doen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft onlangs een controlepost geopend te Baktrak in het district Nikeri. Baktrak is een van de bootroutes tussen Nikeri en Guyana. We praten met regiocommandant West Retisha Forster over de bedoeling van deze controlepost. Is er op 6 december een controlepost geopend op Baktrak. Het gaat erom dat die post eenmaal 24 uur bemand wordt door de politie. En de politie daar is om controlewerkzaamheden te verrichten. En als de boten zijn aangemeerd, dienen de passagiers hun reisdocumenten bij zich te hebben. En ze moeten die tonen aan de politie. Hun bagage wordt gecontroleerd met dien verstande dat ze geen vleeswaren met zich mogen meedragen, vis nog vleeswaren, geen groenten en fruit, omdat wij willen voorkomen dat ziekten in Suriname doorkomen en dat ziekten zich gaan verspreiden in ons land. Ziekten en bacteriën, hoor, dat ze zich gaan verspreiden in ons land. Vandaar dat de politie bezig is met de controlewerkzaamheden. En wat wij ook willen voorkomen is dat illegalen ons land binnenkomen en dat men
goederen naar Suriname smokkelt. Dat is een van onze voornaamste taken waarmee we bezig zijn op de controleposten Baktrak. Inderdaad was er geen controle. De politie, het Baktrak ligt op, in het resort Quarantainpolder. En de politie van Quarantaine was weliswaar bezig met surveilleren in de omgeving. Maar omdat de politie niet ter plaatse was, vonden er verschillende activiteiten plaats. Van goederen smokkel tot mensen smokkel. En wat ook zeer belangrijk is, is dat men ook drugs smokkelde via Guyana naar Suriname. En we hebben open grenzen. En die post, Baktrak, wat wij nu noemen als Baktrak, op het Quarantainstrand is de meest bekende plaats waar mensen weten dat ze Suriname op illegale wijze binnen konden komen. Maar gelukkig dat dit nu niet meer zo is. Op dit moment is slechts de politie daar gehuisvest. Het ligt wel in de bedoeling, naar wat ik heb begrepen dat de minister gezegd heeft, is dat ook nog de militairen daar gehuisvest zullen worden, met name de immigratiedienst en de douane. Maar tot op dit moment zijn ze er niet. En vandaar dat wanneer passagiers aankomen en hun reisdocumenten hebben getoond, dat ze verplicht zijn om te rijden naar Zoudrien. En dat ze naar de immigratiedienst gaan om hun paspoort in te stempelen, omdat de immigratiedienst niet daar gehuisvest is. Als hun paspoorten niet zijn ingestempeld, kunnen ze natuurlijk Suriname niet verlaten. Maar daarmee bedoel ik die keri niet verlaten om richting Paramaribo te rijden. Omdat wij een dubbele controle hebben en onze dubbele controlepost, dat is op Burnside, meer bekend als bij in de volksmond Kutai, dat voor de, zijn voor de mensen van Nikeri en Koroni die daar de plek betitelen als Kutai. Als hun paspoorten niet ingestempeld zijn, wil dat zeggen, en ze geen reisdocumenten bij zich hebben, ze kunnen zich niet identificeren, wil dat zeggen dat zij illegaal in Suriname vertoeven en dan worden zij aangehouden. Ze worden voorgeleid en in overleg met het Openbare Ministerie worden ze daar in vreemdelingenbewaring gehouden en teruggestuurd naar Guyana. Ik moet me haasten om te zeggen dat als passagiers met de boten aankomen en ze ook geen enkele reisdocument bij zich hebben en op geen enkele manier kunnen legitimeren, worden zij ook gelijk met dezelfde boot teruggestuurd en mogen dan geen stap aan wal maken. Toch? De controle vindt plaats op de dijk, op het strand zelf. En vandaar dat wij dan de kans niet nemen om te zeggen dat mensen komen. Want op het moment dat je ze toelaat om uit te stappen uit de boot, wil dat zeggen dat wij ze moeten huisvesten. En dan moeten wij ervoor zorgen dragen dat ze dan weer uitgezet moeten worden. Dus ze moeten dan maar nu voor hun eigen kosten opdraaien. En dan worden ze gelijk teruggestuurd met dezelfde boot. De herinrichting van de niet weer gevonden weg verkeert in een afrondende fase. Minister Vijay Chotkan van Openbaar Werken, Transport en Communicatie heeft zich op maandag 13 januari tijdens een oriëntatiebezoek tevreden uitgelaten. Gedurende de werkzaamheden zijn onder meer de afvoeraansluitingen van de totaal 70 zijwegen aangepakt. Momenteel zijn de bestratingswerkzaamheden van het trottoir en het looppad in volle gang. Hiervan rest nog ongeveer 1,7 kilometer. Nou ja, we zijn aan de nieuw weer gevonden weg. Laat me aangeven, als we de nieuw weer gevonden weg kennen zoals het vroeger was, dan merken we natuurlijk dat we heel erg blij moeten zijn dat we een stuk werk hebben kunnen verrichten voor de Surinaamse gemeenschap al hier. U weet dat de nieuw weer gevonden weg plus minus 70 zijstraten heeft. En natuurlijk niet te vergeten, het hoofdweg is ook heel dicht bevallig. Het was niet makkelijk zoals ik dat heb natuurlijk mogen vernemen. Maar het is ons gelukt samen met de aannemer en de directievoerder in deze. Ervoor te zorgen dat we dus nog plus minus 1,2 kilometer aan bestrating nog over hebben.
De rioleringswerken zijn ook uitgevoerd. Als ik even mag uitweiden wat het project precies inhoudt. Het gaat om dus het verharden van de Nieuwergevondenweg. U weet dat de Nieuwergevondenweg in een heel deplorabele staat verkeerde. Daarnaast hebben wij dus meer dan 25.000 vierkante meters aan bestrating hier moeten doorvoeren. We hebben de masten, de EBS-masten, zijn weggehaald en verplaatst naar de andere kant. Waardoor dus maar aan één kant van de weg netjes de masten zijn aangebracht door EBS. Vervolgens zijn dus alle SWM-buizen vernieuwd. Dus er, is opnieuw buizen, er zijn opnieuw buizen gelegd. Dat is ook tegelijkertijd ter hand genomen. De andere nutsbedrijven hebben natuurlijk ook hun bijdrage geleverd. Telesuur enzovoorts ook. En daarnaast is dus een riolering van plusminus 10 kilometer aangelegd. 5 kilometer links en 5 kilometer rechts is aan hoofdriolering opnieuw aangelegd. Omdat het oud systeem niet meer voldoende capaciteit bood. Daarmee hebben we tegelijkertijd het ontwateringsproblematiek hier aan de Nieuwergevondenweg gelijk verholpen. U begrijpt natuurlijk vanwege deze aanpak dat deze weg dan wat hoger is komen te liggen dan bepaalde van de percelen hier die langs de Nieuwergevondenweg liggen. Daar moet natuurlijk ook nog gekeken worden. De interne ontwateringsstelsel van de percelen. Die is weer aangesloten netjes op het lateraal stelsel. Maar alle 70 zijstraten zijn weer ook hierop aangesloten. Dus ook daar is er een verlichting gekomen. Moet het makkelijk af te voeren zijn. Wat we wel merken, en dat heeft de aannemer ook beaamd, is dat er heel veel puin weer terechtkomt in onze hoofdrioleringsstelsel. Omdat mensen natuurlijk ook links en rechts nog steeds vuil dumpen. We vragen natuurlijk aan de gemeenschap om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. We begrijpen natuurlijk dat, en we weten dat hier optimaal vuilophaaldienst komt om het vuil op te halen. Wat we ook hebben gemerkt is dat monteurszaken het niet nauw nemen met de investering die de regering hier heeft gepleegd. En dat men natuurlijk op een heel onverantwoorde wijze voertuigen parkeert op de bermen waar de voetgangers van gebruik moeten maken. Waar straks ook het langzaam verkeer gebruik van moet maken. En dat doet ons niet goed. Dus we gaan natuurlijk ook een beroep op hun moeten doen om zich te gedragen zoals dat van hun verwacht wordt. Ze mogen hun bedrijf hebben, daar komt niemand aan. Maar zorg ervoor dat je geen overlast vormt door een bedrijf te hebben voor de omliggende gemeenschap, voor de voetgangers, voor de kinderen die hier moeten lopen om hun school te bereiken. Daar vragen we natuurlijk aandacht voor. Als u nog heel kort hierop kan ingaan, de werkzaamheden hier aan de Nieuwergevondenweg. Ik neem aan dat het loopt vanaf de Indira Gandhiweg op de hoek tot bij de Magentabrug. Hoe staat het met dat andere gedeelte naar Kwarasang, die einde van de weg, dus verlengde Nieuwergevondenweg? Nou, laat ik daaromtrent aangeven dat dat stukje reeds in een studiefase is geweest. De documentatie is voor een groot deel ook al in orde gemaakt. Maar ik denk niet dat ik u ga kunnen beloven, absoluut niet, dat wij dat voor 25 mei aanstaande verkiezingen al rond kunnen krijgen. U begrijpt dat natuurlijk ook daar er financiële implicaties aan toe zijn. Dus dat moet natuurlijk ook goed besproken worden binnen de regering. En dan gaan we prioriteiten moeten stellen wanneer wat zal worden aangepakt. Natuurlijk, ik weet dat de gemeenschap ook daar uitziet naar een hele mooie weg zoals het hier is in dit gedeelte. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. En als we zo ver zijn, zal natuurlijk de regering een start moeten maken ook met dat stukje. De afdeling vuilophaal en verwerkingsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie verlangt medewerking van buurtbewoners van Wintiwaai bij de vuilophaal. De afdeling had voor maandag 13 januari een ontmoeting gepland met de buurtbewoners, maar die lieten het echter afweten. Wij spraken het hoofd van de dienst vuilophaal en verwerkingsdienst, Claudia Maatsen. We hebben
gemeente vandaag naar de buurtbewoners te komen van dit gebied voor een voorlichting. Omdat er steeds gebleken is dat de mensen dat veel elke dag ongecontroleerd en op de hoeken plaatsen, waardoor er onhygiënische situaties ontstaan. We moeten vaker uitdrukken om dit gebied op te ruimen. Dus we dachten, laten we vandaag naar ze toe komen. We hebben geflyerd zaterdag en zondag. En om de mensen op te roepen van dit gebied, de omliggende straten. En het bleek dat de mensen geen interesse hebben voor de voorlichting. Dus we weten niet hoe we dit nog moeten oplossen samen met de buurtbewoners. Nou, we krijgen dagelijks klachten binnen van buurtbewoners die aangeven dat andere buurtbewoners vuil op de hoek bij hun dumpen. En we hebben geprobeerd ze nu tot een oplossing te komen. Buurtbewoners opgeroepen voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Maar zoals u het ziet is er geen buurtbewoner verschenen. In het resort Flora zullen we ook op verschillende locaties vuil ophalen. Het vuil is eigenlijk al gelokaliseerd. En daar zullen we ook dan bewustwordingscampagne met de buurtbewoners hebben. Flyeren en praten met ze hoe ze het wel en niet mogen doen. En als ze grof vuil hebben met welke instanties ze in contact moeten treden. Aan de totale samenleving waar de vuilophaalde diensten verleend. In geheel Paramaribo en Wanica, in Kommerwijnen, in Nikeri, vragen we om het vuil aan te bieden op de juiste dagen van hun resort of van hun rayon. Mocht het zijn dat het niet gebeurt volgens de regels die zijn vastgelegd, vragen we dat ze niet mogen schromen, dat ze contact kunnen opnemen met de afdeling. Het nummer is 46 24 45 en 46 35 41. Ze mogen gerust bellen de hele dag tot en met 11 uur 's avonds. Van maandag tot en met vrijdag. En op de zaterdag zijn we ook aan het werk en op de zondag. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.